We zijn vandaag in Madurodam vanwege de Verhalendag, wat te maken heeft met de kinderherdenking op 4 mei. Prominente gasten zijn aanwezig, Emma Kok gaat zingen, Isa Hoes gaat iets vertellen over de gebeurtenissen van haar moeder in de Tweede Wereldoorlog. Kortom, voor de kinderen is het een zeer interessante dag. Super blij dat jullie hier allemaal zijn gekomen uit alle hoeken van het land. Dat heb je toch prachtig gespeeld. Vertel eens, hoe oud ben je? Ik ben 13 jaar. 13 jaar jongens, en dan zo knap kunnen spelen, zo mooi. Dit is eigenlijk het eerste grote moment om uiteindelijk op 4 mei met z'n allen te herdenken. En dan gaan we herdenken alle offers die gebracht zijn, mensen die overleden zijn, om te vechten voor onze vrijheid. En niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook al die periodes daarna. En dat begint vandaag met een verhalendag. En die verhalendag is heel belangrijk, omdat we dan niet alleen de kinderherdenking van en voor de kinderen hebben, hier straks op 4 mei herbuiten, maar ook kunnen luisteren naar mensen die ervaren hebben hoe het is om te leven in onvrijheid. Dus het is belangrijk dat we hier vandaag zijn. We zien het een beetje als de aftrap om uiteindelijk straks op het voorplein van Madurodam, net als vorig jaar, helemaal afgeladen vol, een kinderherdenking te hebben om 8 uur 's avonds. Dat begint al eens eerder en om 8 uur zijn we dan allemaal stil. Net zoals we dat op de Dam doen met de grote mensen, doen wij dat hier met en voor en door de kinderen. Een officiële penning uitreiken. Het is de George Maduro coin en die staat als eerbetoon en herinnering aan de nationale kinderherdenking en aan de waarde van George Maduro. Met zijn eigen woorden die hij zijn ouders naliet, mogen de herinneringen aan mij uw trots zijn. Heel hartelijk dank en ook namens het kabinet, want ik ontvang hem toch een beetje namens het kabinet. En ik vind het heel erg belangrijk en fijn om hier met jullie allemaal te zijn. En het is heel erg belangrijk, wat Marten net ook al aangaf, om af en toe stil te staan bij het feit dat wij in vrijheid leven hier in Nederland. Dat is niet vanzelfsprekend. En er zijn inderdaad een heleboel kinderen in de hele wereld voor wie dat niet zomaar het geval is. En het is heel belangrijk om met elkaar verhalen te delen, om te horen wat er ook in het verleden gebeurd is, zodat we daarvan kunnen leren richting de toekomst. En ik vind het heel fijn om hier met zoveel kinderen te zijn. Ik ben zelf in verwachting van een kindje. En ik zal ook mijn eigen kindje alle verhalen die ik ook weer hier hoor doorgeven, zodat we weten hoe fijn en belangrijk het is dat we met elkaar in vrijheid en in vrede kunnen leven. Dus heel veel dank en ik zal de penning een hele mooie plek geven bij mij op kantoor. Dankjewel. Tweede Wereldoorlog. Dat is iets wat lang geleden is voor jullie. Maar ook een beetje voor mij, maar ook weer niet. Want mijn moeder, Emma, die was toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak bijna 13 jaar. Net iets ouder dan jullie nu zijn. In het begin van de oorlog hadden mensen nog niet altijd door wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. Want in de dagboeken die mijn moeder schreef, las ik bijvoorbeeld dat ze het spannend vond die tijd. Er gebeurde van alles. Er waren vliegtuigen in de lucht. Er was rumoer op straat. Er liepen ineens soms vreemde mensen door de stad. Ze zag soldaten. Ze heeft zelfs een keer soldaten uit de lucht zien komen. Spannend. Maar toen de oorlog wat verder ging, werd het steeds spannender. Want wat ik er nog niet bij had gezegd, is dat mijn moeder Joods was. En wat jullie inmiddels wel weten, is dat voor de Joodse mensen de oorlog nog veel ingewikkelder was. Ze mochten op een gegeven moment op bepaalde plekken niet meer naar binnen. Ze moesten een ster op hun jas dragen. Ze werden opgepakt. It's easy if you try. People,
Gaat over mijn oma, Ada. Ze was pas 7 jaar toen de oorlog hier in Nederland uitbrak. En de laatste tijd heb ik veel met haar gesproken over de oorlog. Ze woonde toen met haar vader, haar moeder en haar 2 zussen in een bovenhuis in Schiedam. Haar moeder deed het huishouden en haar vader werkte bij een scheepswerf. Oma ging naar school en alles was nog heel gewoon. Tot de oorlog uitbrak. Mijn oma's vader, Anthony, ging meteen bij het verzet. Bij een groep die de Geuzen heette. De Geuzen probeerden de bezetter tegen te houden. Door te saboteren, te spioneren en het helpen van onderduikers. Mijn naam is Nazar. Ik woonde in het prachtige stadje Novosko in de regio Luhansk in Oekraïne. Op de ochtend van 24 februari 2022 wilde ik naar school. Maar mijn moeder zei dat het niet kon gaan omdat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Op dat moment begreep ik er nog niets van. Mijn moeder en oma gingen naar de winkel om eten en benzine te kopen. Ik zat op dat moment in de badkamer op de vloer bedekt met een emmer, omdat er geen ramen zijn. Ik was erg bang en ik huilde. Het leek alsof Russische soldaten elk moment ons huis konden binnenvallen. We hoorden steeds explosies. We sliepen altijd in onze kleren voor als we moesten vluchten. Als ik iets vroeg over de oorlog, zei mijn moeder, alles komt goed, ga maar spelen. Omdat mijn moeder me de hele tijd gerust stelde, stopte ik met bang zijn en begon ik de explosies te zien als vuurwerk. 2 weken later kwamen Russische soldaten naar ons stadje en zijn we gevlucht. We namen heel weinig mee, omdat mijn moeder zei dat we niet wisten wat ons te wachten stond. Ik wilde mijn favoriete giraffenknuffel meenemen, die ik al sinds mijn geboorte heb. Maar er was geen ruimte in de tas. Ik besloot mijn knuffel thuis te laten, omdat ik bang was dat ik hem onderweg zou kwijtraken, of dat we zouden omkomen en hij ergens alleen achter zou blijven. Ik hoopte dat we snel terug konden naar huis en dat hij thuis op me zou wachten. Soms ben ik een vechter, kan er niet slechter, zie je mijn bangere kant. Soms ben ik een strijder, wordt het weer fijner, is er niet veel aan de hand. Ik moet nog veel leren en accepteren dat het niet anders kan. Ik ben een vechter, ik ben een strijder. Ken je dat gevoel, dat niemand luistert naar jou? Ik weet wat je bedoelt, als je ambassadeur van de kinderherdenking. Dus in die hoedanigheid help ik mee waar ik kan. Met zowel de Verhalendag als 4 mei, de kinderherdenking. En wat houdt dat op zich in? Dat ik meedenk over de sprekers. Zoals dit jaar had ik Isa Hoes voorgesteld en gevraagd of ze wilde komen. En vorig jaar Debbie Petter. En Diewertje Blok. Weet je, ik help meedenken. Wie zijn mooie sprekers? En ja, die benader ik ze ook of ze mee willen doen. En ook voor 4 mei heb ik wat dingen geregeld. En ik denk mee over het programma. En nou ja, waar ik kan probeer ik aandacht te vragen voor de kinderherdenking. Of mensen ertoe te bewegen om te komen. Of op hun social media te delen dat we de kinderherdenking hebben op 4 mei. En willen de mensen meestal wel graag meewerken? Ja, zeker. Zeker. Ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat mensen niet willen meewerken. Soms kunnen ze niet. Vorig jaar had ik ook New Media gevraagd om te komen zingen. Dat had ze toen ook gedaan. Dus nee, mensen vinden het heel belangrijk en heel mooi. Omdat het voor kinderen ook is. En belangrijk dat we verhalen blijven vertellen en blijven delen. Maar ik doe maar heel weinig hoor. Er zit een hele grote organisatie achter. En Doreen die doet echt heel veel. En er zijn heel veel mensen bij betrokken.
En met z'n allen willen we gewoon eigenlijk dat de Dam, waar natuurlijk de nationale herdenking is, vol blijft staan. En we denken als we kinderen nu leren wat herdenken is, dat de Dam dan altijd vol blijft staan. Hoe is het voor jou om je naam verevigd te hebben in het beeld van Maduro? Ja, dat vind ik heel bijzonder. En het is ook wel echt een hele grote eer om daar dan in te staan. Dus dat vind ik echt heel mooi. Hey, en vandaag ook je performance voor al die kinderen. Hoe is dat tot stand gekomen, zo'n medewerking hier? Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om bij het Nationaal Kenner, denk ik, 4 mei te zingen. Dat heb ik natuurlijk ook gelijk ja gezegd. En toen hebben ze me hier ook gelijk gevraagd. Dus ik was, ja, het is geen 1 seconde dat ik dacht van nee, dat moet ik niet doen. Ik had gelijk ja gezegd. Ja. En heb je er tijd ervoor met al je toeren met André Rieu? Ja, zeker. Nu in april hebben we het even wat minder druk. Dan zijn we maar 1 weekendje weg. Dus dan kunnen we weer iets meer optredens doen daarnaast. Dus het is superleuk om dan hier deel uit te maken. Ja. En hou je dat allemaal vol, zo'n superdruk schema? Jazeker, nee. Ik ga ook bijvoorbeeld elke avond gewoon in de pauze na het hotel. Dus dan lig ik altijd rond 19 in bed. Dus dat is helemaal goed te doen. Dus ik hou het ook goed vol. Nou, ik wens je heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel, superlief. Ik ben een vechter. Ik ben een strijder.